Welkom allemaal, ik ben Peter met weer een nieuwe aflevering van Clash of Clans met Krakeling. Met deze keer Artificial Intelligence van de King, die helemaal in de war raakt. Ja, van een aanval van Wilms Kills. En ja, dit is echt gewoon een grappig dingetje wat ik even moet posten. Zet één reus boven neer. Ik denk dat de bedoeling was om het tankstil uit te lokken, maar dat ging niet helemaal lekker. Vervolgens gaat hij er van onderin met zijn reuzen. Met helers erbij. Boogjes om op te ruimen, bommannen erbij. En dan komt straks het klankenstil. En hij zet zijn koning in. Kijk, en nou komt de grap. We zoomen even in. Die koning gaat naar rechts. Gaat weer naar links. Molt een boogje. Andere boogje staat hier. Koning gaat weer naar rechts. Andere boogje staat achter de muur. Koning gaat weer terug. En ziet dat ze weer over de muur springen. En gaat weer terug. En hier gaat hij dan daadwerkelijk eindelijk wat boogjes slaan. Nadat hij 5 keer heen en weer gelopen is. Talent geactiveerd. Dus barbaren helpen nou lekker mee. Vervolgens denkt hij, ik moet achter die tovenaars aan. Tovenaars springen over de muur. En koning denkt, verdorie, waar zijn ze nou? En loopt weer terug. Ik geloof dat die koning hier echt zo'n 6, 7 keer gewoon alleen maar op dat stukje heen en weer aan het lopen is. Ja, dit is wel echt uitzonderlijke gekkigheid van de artificial intelligence van de koning. Ja, was gewoon erg melig om te kijken. Nou, dat was hem. Dit was Clash of Clans met Krakeling. Tot de volgende video.